Ja, perfect. Allebei in de tipi zo. Oh yes. Ik zit met mijn haar in de tipi. Oh. Ja, nee, prima. Zal ik zeker in de fik trouwens? Nee, dat kan niet. Nee, toch? Het is toch niet warm? Nou, lampjes worden toch warm. Via Instagram hebben wij aangegeven weer een Q&A op te gaan nemen. En we hebben jullie gevraagd om ons een aantal vragen te stellen. Dus de leukste vragen, leukste of meest interessante of waarvan we dachten daar kunnen we wat mee, die hebben we uitgekozen. En die gaan we beantwoorden in deze video. Ja, uiteindelijk krijg je altijd weer een keer honger. Nee ja, ik snap het wel. Toevallig gaat mijn afgelopen blog over het feit dat ik in een ontzettende pizza-fase zit. Dus het is zo dat je wel echt zo'n super, super behoefte hebt aan een bepaald voedsel. En dat je ook wel echt kan denken, oh, dit word ik nooit meer zat. Dit is voor altijd en hier ga ik alleen maar meer van willen. Maar mijn ervaring is dat je dan dus toegeeft aan die behoefte en dan even dat helemaal uitwoont. En dat je daarna denkt, zo, nu ben ik het zat. Ja, nee, ik heb precies hetzelfde. Ik heb ook heel erg dat ik periodes heb van bijvoorbeeld hartig eten of juist zo zoet eten. En dat ik dan echt heel veel zoet eten wil, dat ik er echt heel veel zin in heb. En op een gegeven moment dan is het ook klaar. Als je maar een soort van toegeeft aan die drang, dan zakt het wel. Ja, ja, ik denk omdat je dan toch iets vervuld moet worden. Misschien dat de veroordeling over het feit dat je ergens een behoefte aan hebt en dat je dat dan categoriseert als gezond of ongezond, dat het zo moeilijk maakt. Ja, dit is plakbandje staan gewoon vol op een pil. Oh, ik was er wel heel bang voor. Ik denk dat het zo beter is. Oh, er voelt veel meer ruimte in de tipi. Ja. Koriander, nooit. Ik vind nooit lekker. Nooit lekker gevonden. Maar ik lust wel minder tijdens mijn eetstoornis. Maar ik juist meer. Omdat, ja, ik bijvoorbeeld dingen die ik vroeger niet lekker vond, zoals bleekselderij, dat moest ik dan van mezelf wel eten. Vond ik het niet lekker, maar dan maakte ik mezelf wijs dat ik het lekker vond, omdat het dan in mijn hoofd gezond was en dan moest ik het eten. Maar op een gegeven moment wen je een soort van aan de smaak en dan is het niet meer echt een kwestie van ik vind het niet meer lekker of zo. Dat is wel echt waar, want je bent heel erg aan het... Mm-hmm. Dat is wel waar. Ja. Een boterham, appelstroop. Ja. Wat ik helemaal niet zo geweldig vond, maar wat ik uiteindelijk dacht, nee, dat is wat ik elke dag wil. Maar ja, en dan maakte ik mezelf ook echt wijs dat ik het dan lekker vond. Ja, dat is zo. Toch, ik vind het echt niet lekker. Ik had trouwens ook wel andersom, denk ik nu, dat ik heel erg dingen afhield, omdat ik dacht, die vind ik niet lekker, omdat ik eigenlijk gewoon heel bang was om ze te eten. Zoals wat dan? Pesto. Mm. Ja, heel duidelijk pesto. Ja. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ik voel me verlept van de... Je zit in een lichtgevende tipi. Nou, ik heb even lang bedenken, maar waar ik vroeger heel erg tegenaan liep, is dat ik heel erg uitkeek voor anderen. Dus dat ik anderen ook altijd boven mezelf plaatste. Waardoor ik nooit echt toekwam aan mijn eigen behoeftes. En dat zat me toen heel erg in de weg. Maar ik heb nu vooral geleerd dat dat op zich prima is om aan anderen te denken, maar wel dat je ook aan jezelf moet denken. En ik merk nu dat het... Maar ook wel heel erg zeer dat ik continu met mijn omgeving gewoon bezig ben. Mm-hmm. Continu bezig ben met hoe gaat het met de rest. En dan merk ik dat ik daar zelf ook veel energie uit haal. Maar wel dat ik daar beter een balans in heb gevonden ondertussen. Dus dat ik vraag wat met anderen ga, maar ook dat ik rekening hou met mezelf. Ik vind mezelf heel creatief en ondernemend. En ik ga dingen aan die ik heel eng vind soms. Maar ik vond, vroeger vond ik mezelf juist altijd heel laf en lui en ik deed niet genoeg. En nu vind ik dat echt een soort van de tegenovergestelde. Als ik terugkijk, dan ben ik daarin helemaal niet zo heel erg veel veranderd. Maar oordeel ik daar nu heel erg anders over. Ja, want het was allemaal niet goed genoeg. En dan was het van, ah, zie wel, ik kan het allemaal niet en ik durf het niet. Maar dat je ergens tegenaan loopt, betekent wel dat je dus je eigen grens hebt gelegd. Ja, zeker. Ja, dus dat is helemaal niet altijd een soort van negatief als iets niet in één keer lukt. Of als je iets ineens heel spannend vindt. Want je bent dus wel... buiten je comfortzone gaan. Het lag er een beetje aan wat voor openbaar. Want je hebt natuurlijk gewoon restaurantjes, maar je hebt ook openbaar bijvoorbeeld bij vrienden. Ja. En daar vond ik wel echt een verschil tussen zitten. Want restaurantjes vond ik echt een stuk spannender, omdat ik ten eerste niet wist
hoe het eruit zag, wat er precies ging gebeuren, welke mensen er waren. En bij vrienden was het vaak zo, dan was ik er wel geweest, dus de omgeving was al veilig, de mensen kende ik. En vaak kon ik er ook wel vertellen wat voor moeilijkheden ik op dat moment had. En daar kon ik dan wel vertellen van, nou, ik vind dit en dit spannend. En dan was het soms al genoeg om dat voor de tijd even uit te spreken. En dan was het gewoon even klaar of zo. Dan was de spanning eraf. En mocht ik het moeilijk hebben, dan kon ik gewoon tijdens het eten. Gewoon, ja, gewoon elkaar even aankijken was dan soms ook al genoeg voor mij toen. Ja. Ga je nu wel in je eentje uit eten? Ja, ik zat het wel laatst aan te denken. Ik ging alleen lunchen. Dat had ik echt een jaar geleden nooit gedaan. Lekker. En nu sta ik er gewoon eens mijn best op. Dus het kan ook de andere kant op gaan natuurlijk. Het is goed om te onthouden dat iedereen eet. Ja. En daar is echt niks. En jij bent zelf daar heel erg mee bezig. Want eten is misschien op dit moment voor jou een heel groot ding. En een heel beladen onderwerp. Maar voor eigenlijk alle andere mensen is het helemaal geen groot en beladen onderwerp. Is het gewoon iets wat je doet elke dag. Ja. Eetstoornis herstel kost ook tijd. En je kan het saboteren. Je kan het zeg maar in de weg zitten, je eigen herstel. Maar je kan ook te snel er doorheen willen gaan en dan eigenlijk vergeten om stil te staan bij de stappen die je zet. Volgens mij. Ja. Een blog over. Ja, langzaam herstel is goed. Omdat het de tijd kost die het moet kosten natuurlijk. Ja, juist omdat je hele belangrijke dingen tegenkomt die je niet over wilt slaan. Omdat er dan een kans is dat je dat nog een keer moet inhalen. En hoe kan je sneller herstellen? Ja, door het niet in de weg te zitten en het de tijd te geven die het nodig heeft. Maar je kan natuurlijk wel langzamer herstellen dan nodig. Doordat je met je hakken in het zand gaat. Of omdat je het zo eng vindt dat je onwijs weerstand kweekt tegen alle stappen die je eigenlijk moet zetten. Dat is eigenlijk, je kan niet echt sneller herstellen, maar je kan wel langzamer herstellen. Ja. Ja, het kan natuurlijk heel erg, je kan natuurlijk heel bewust iets saboteren, maar je kan ook iets op zijn beloop laten. Terwijl je kan dan dus sneller gaan door actiever te zijn. Je motivatie te blijven prikkelen. Of juist wel net iemand om te vragen. Of net wel die afspraak na te komen. Nadat je dat 3 keer niet hebt gedurfd. Daar gaat het denk ik een beetje over. Nou, ik heb in ieder geval met die eetbuien en braken. Dat was dus niet echt tijdens herstel, maar ook tijdens herstel, maar ook tijdens mijn eetstoornis. Dat ik zoveel vocht kon vasthouden van het overgeven. Maar ja, weet je, ik kon me dan ook niet voorstellen dat ik dat niet zag. Want ik vond het heel heftig. Het is super naar en daardoor voel je ook helemaal. En ook als je aan moet komen in gewicht, kan je lichaam best wel even reageren op meer voedsel. Dus wat voor eetstoornis je ook hebt, je lichaam kan best wel even in de war zijn daarvan. En vocht aan vasthouden, maar schrik daar niet van. En blijf toch gewoon dat regelmatige eetpatroon oppakken, zodat je lichaam weer in balans kan komen. Want hoe meer je gaat rommelen is schommelen. Ja, niet echt eens in je lichaamsgewicht, maar dus wel in het gewicht op de weegschaal doordat je vocht vasthoudt of je darmen of dat soort dingen. Dat kan inderdaad alleen maar weer terugkomen als je gewoon normaal gaat. Als je gewoon normaal doet, dan gaat het allemaal goed. Ja. Zo werkt het niet altijd makkelijk. Nee. Uiteindelijk werd het altijd ietsje minder erg als je gewoon je dag ging beginnen. Dus gewoon genoeg drinken, genoeg eten, je bed uitgaan, een keertje extra douchen. Dat vond ik allemaal wel prettig, want dat klaarde toch een beetje de lucht. En dan je gaat verder. Je voelt je uiteindelijk beter als je ook weer andere dingen hebt gedaan dan als je de hele dag met dat gevoel in je bed hebt gelegen. Wat wel heel begrijpelijk is als je dat wil, maar het werd niet minder. Oké. Okay. Nou, en dan hoef je niet echt afsluiten, toch? Nee. Nee, lijkt me niet. Hey, doei. Hey, dag hè.